Zeer goede Walter. Oudste literaire vriend die jij al bent sedert onze debuutboeken. Wat en wie hebben wij in de loop van de decennia als oude Mohikanen niet al zo al gezien en meegemaakt in de literaturen van onze landstreken? Knetterberoemde schrijvers wier namen en oeuvres al voor hun dood waren verbleekt. Daar mochten wij dan toch maar mooi bij aan tafel zitten en gesprekken mee voeren over hun glorie en glans, waarvan wij in ons hart beseften dat daar een en ander op viel af te dingen. Tal van zogenaamde geestverwanten passeerden ons, die vleiers en opportunisten bleken te zijn, netwerkers, elleboogstrevers, roddelkonten. Om over uitgevers nog te zwijgen en over recensenten al helemaal. Hoeveel spellingswijzigingen werden ons door de strot gewrongen? Hoe vaak mochten we triomfantelijk over onszelf zijn en dikwijls genoeg ook weer teleurgesteld op onze schrijfstoelen neerzakken? Er zijn twee typen mensen. Zij die lijsten blijven maken van een zoveelste literaire kanon en zij die daar nooit op voorkomen. Tot die laatsten horen jij en ik. Onterecht uiteraard. Schrijven is een edel ambacht. Zo blijven wij elkaar voorhouden, evenals dat van loodgieter en hoefsmid. Schrijven vindt plaats in eenzaamheid en nederigheid en vergt doorzettingsvermogen en volharding. Schrijven moet. Hoeveelen hebben wij schrijvers zien worden die er zeer wijs ook zeer spoedig weer mee zijn opgehouden. Geen talent, wat niet erg is. Geen geloof in zichzelf, wat een gebrek is. En afgeknapt op het wrange feit dat wie schrijft heet te blijven, maar dan wel een leven lang op zowat het ravijn van armoe. Intussen rookt de echte schrijver gewoon door, CQ zich te barsten, zuipt hij als een vergiet en draaft hij geestdriftig achter de meiden aan. Jij niet! Ik bedoel, er zijn er die dit tot op hoge leeftijd praktiseren. Het moeten schrijven heeft ook wel troostrijke facetten. De schrijver is een plant die aandachtige verzorging behoeft, welke hij bij voorkeur zichzelf verschaft om tot scheppen in staat te blijven. Toen ik vorig jaar de leeftijd bereikte die jij, Walter, thans beleeft en mij ter gelegenheid daarvan een feest als dit werd aangeboden, kon jij daar niet in levend lijf bij aanwezig zijn. Maar verscheen je, net als ik nu, als lichtbeeld op video. Jij kon niet komen omdat je op dezelfde datum iets heugelijkers had te vieren. Jij en je lieve Eliane waren 50 jaar getrouwd. In de letteren is dat even ongewoon, om niet te zeggen opzienbarend, als een dobbelsteen met 7 ogen. Ikzelf heb veel verstand van huwelijk, maar ben niet in staat, tenzij na lang en heel diep nadenken, een tweede schrijver te noemen die het een halve eeuw en 1 jaar met 1 en dezelfde vrouw in harmonie heeft volgehouden. Dat is deze dagen zeer ouderwets. Eliane komt hulde toe voor het begieteren en voeden van haar huisplant. Met dezelfde volharding als deze een huwelijk lang is blijven schrijven en groot is geworden met prachtige boeken als Long Weekend, Brief aan Boudewijn, Terug naar Walden en De Vreemdelingen. En met een nevenoeuvre van theaterstukken waarvan Groenten uit Balen tot op de huidige dag repertoire is blijven houden. In oeuvre waarvoor je alle lof verdient, beste Walter, die ik je overtuigend toezwaai. Dat ik jou en Eliane niet persoonlijk kan komen omhelzen, spijt me heel erg.
Een van de redenen daarvan is dat ik bezig ben te verhuizen en midden in de verhuisrotzooi zit. Veel boeken weggedaan, maar alle van den Broeks gaan mee naar mijn nieuwe verblijf. Ik schrijf je nog wel eens een echte brief, per mail tegenwoordig. Al hebben we dat jaren gedaan per envelop en postzegel. Of we bellen om de zaken van belang als oude, broos en grijs geworden literatuurhonden aan elkaar door te blaffen. Gefeliciteerd, zeer goede vriend. Dank voor je oeuvre. In het bijzonder dank ik je voor je aanwezigheid in mijn leven en je altijd nabijgebleven vriendschap.